Gears of War 4, hij is verschenen. We hebben er lang op gewacht. We hebben een kort uitstapje gehad naar Gears of War Judgment. Maar diezelfde ontwikkelstudio, want dat is wel gevaarlijk. Diezelfde ontwikkelstudio heeft nu Gears of War 4 gemaakt. Ja, maar hey, Gears of War Judgment was People Can Fly, hè? En die heette nu anders. Dat is nou nu de Coalition en die gaan zich helemaal focussen op Gears. Ja, maar als ik gamesnet.nl verander naar bijvoorbeeld IGN, ja. dan kan ik nog net zo'n kutsite zijn. Ja, zijn we nog steeds zo, ja. Zo zielig als we nu zijn. Nee, maar serieus, wel gevaarlijk. Nee, ja, dat zou kunnen, ja, maar Gears of War 4, het belooft niet. Het is wel beter dan Judgment. Kunnen we daar al even mee aftrappen gewoon? Spoiler alert. Ja, spoiler alert. Ja, het is beter dan Judgment voor de Gears fans, dat sowieso. Oké, dat is vet, want laten we beginnen met de campaign. Gaan we ook weer terug naar het oude verhaal als het ware. Nou ja, in zekere zin wel en ook weer niet. Even spoilervrij, ik mag ook niet praten over spoilers, dus kijk je dit en wil je niet gespoord worden, geen zorgen, niks aan de hand. Maar ja, wat je. Hij gaat dood. Ja, iedereen gaat dood. Snape kills Dumbledore. Ja. Han Solo sterft. Maar. Wow. Nee, wat ze doen is ze pakken letterlijk echt het verhaal hoe Gears 1, 2 en 3 het ook pakt. Of in ieder geval het tempo, hoe dingen ten opzichte van elkaar staan, hoe het voelt, weet je wel. Een duootje wat je hebt. Het is allemaal, het voelt heel erg Gears aan. Het verhaal is anders, maar ook in heel veel vormen heb je zoiets, ja, van. Ze hebben gewoon letterlijk hebben ze tegenstanders vervangen. De Locusts zijn weg en je hebt nu Swarm en een aantal andere partijen. En ik zal niet spoilen van hoe ze gemaakt worden, hoe het een van het ander komt. Maar ja, voor de mensen die de gameplaybeelden al hebben gezien, de Swarm lijken heel erg veel op de Locust, ja. In alles, zeg maar. Doet Gears 4 daarmee een beetje Star Wars Episode 7'tje? Van iedereen is lyrisch juist omdat het lijkt op vroeger? Ik denk, dat is trouwens best wel een goede vergelijking. Ik denk dat Gears of War 4 best wel een Star Wars Episode 7 is in de vorm van... Weet je, Star Wars Episode 7 probeerde ook alles wat... 4, 5 en 6 goed maakte. Gewoon een soort van die essentie te pakken. Letterlijk een Death Star Trek. Ja, met andere thema's. Ja, nee, precies. Maar dat is, zo kun je Gears of War 4 ook wel zien. Ze kijken echt heel erg naar wat Epic Games met de eerste trilogie heeft gedaan. En dat proberen ze dus nu ook in een ander thema eigenlijk weer terug te brengen. 20 jaar na het verhaal van de originele trilogie. Oké, maar dan zijn er mensen zoals ik die episode 7 niet zo fraai vonden. En mensen als jij die het helemaal hilarisch vonden. Welke kans die jij nou, ik moet zeggen, de campaign, ik heb hem helemaal uitgespeeld. Ik zat echt een beetje in dubio. Want er zijn heel veel toffe elementen waarvan ik dacht van... ja, dit is precies zoals een Gears game moet zijn. Maar het verhaal slaat ook een aantal flaters. Karakters die niet zo heel lovable zijn, maar dat de game wel heel erg graag wil dat je om ze geeft. Er zijn een aantal kleine dingetjes. Elke acte heeft ook een soort van finale. En dat is niet helemaal Gears-achtig. Dus dat is niet gewoon schieten en rennen zoals eigenlijk de hele game is, maar dat zijn dan wat andere cinematische ervaringen. En die vind ik ook iets minder flashed out. Die voelen niet maar heel fijn. Het is grappig dat je dat zegt, want dat is dus het enige moment dat ze dus iets nieuws proberen en dat is dan dus... Ja, ja. Dus je wil eigenlijk gewoon oud. Dat nou, is eigenlijk nou, in zekere zin, ik denk dat heel veel Gears-fans echt gewoon de originele trilogie willen en zo ver mogelijk van Judgment af. En ergens doet het dat ook wel, maar je ziet dat de Coalition nog een aantal dingen probeert van hé, hey, we gaan toch even de formule een beetje proberen te spicen. Ik denk, ja, daar komen heel erg twee kampen in. Mensen die dat echt tof vinden, van jee, iets nieuws. En je waarschijnlijk heel veel hardcore Gears fans die zeggen van, ach, laat het gewoon lekker met, weet je, rennen, Rody run en gewoon, ja, met de Gnasher gewoon zoveel mogelijk shit aan vlaggen schieten. Ja, want laten we het daar even over hebben. Want Gears of War staat natuurlijk bekend om zijn, de gory weapons. Ja. Ja, dus hebben de Al Gore onder de games. hoe zit dat nu? Nou, sowieso, er zijn een heleboel toffe nieuwe wapens. We kunnen natuurlijk weer gewoon zagen. Ja, tuurlijk. De Lancer is terug met de chainsaw. De Retro Lancer is terug, die iets lomper schiet en waar zo'n bayonet op zit. Een aantal nieuwe wapens, die hebben we ook in de multiplayer preview destijds al behandeld. Bijvoorbeeld de dropshot. Die schiet een soort van granaat af op één hoogte. En op het moment dat je de trigger loslaat, dan boort die in de grond en dan gaat die daar exploderen. Die is vet, die voelt heel erg aan alsof het echt een oude Gears game is. Alsof die echt uit Gears 1, 2 of 3 is komen wandelen, zeg maar.
En de overkill is bijvoorbeeld ook heel vet. Een shotgun die schiet één keer als je de trigger inhoudt. En schiet nog een keer als je de trigger loslaat. Nou, dat is wel echt heel vet. Ja, die is echt gewoon tadong, tadong. Maar dat lijkt me ook heel lekker. Is het lekker tactisch. Je kan pam en laai hem ingedrukt en dan, oh, er komt er iemand. Is leuk met wat kleinere enemies die kapot gaan na één zo'n knal. Dan bam, dan hou je hem in, ga je naar de andere, bam, laat je hem daar los. Dus kun je echt heel veel vette kills mee maken. De buskill is ook vet, een soort van discus afschiet ding. Deed mij heel erg denken aan Sunset Overdrive. Dus heb je al meer van die wapens die wel, ja, die voelen wel echt als nieuwe toffe dingetjes. Die wel heel erg Gears ademen. Nou, mooi, goed gedaan. We gaan naar de, nee, jij niet, die jongens van de Coalition. Ik wou bijna zeggen bedankt. Want ja, ik vond het wel een fijn compliment om te horen. Het spelen van een spelletje. Ja, knap. Ja, nee, echt. Multiplayer. Multiplayer is helemaal terug en ik denk dat dit het beste element van de game is. Want de multiplayer is echt nul veranderd. Kijk, je hebt die nieuwe wapens en daar zullen ook wel wat mensen zeggen van, oh, nou, ik vind die niet zo fijn of ik vind die niet heel Gears-achtig. Moet je hem niet nemen? Nee, precies, dan moet je hem niet pakken, want die multiplayer voelt echt helemaal aan zoals Gears of War 1 en 2 en 3. Echt bizar goed hoe ze dat embodied hebben. Het speelt ontzettend snel weg. Framerate is lekker hoog, levels zien er mooi uit en het is echt, je hebt een aantal toffe nieuwe modus. Bijvoorbeeld Arms Race is heel leuk, dat je met je team moet jij een soort van, ja, fasering van allerlei verschillende wapens doen. Dus je begint bijvoorbeeld met de Lancer. Jouw team moet daar 3 kills mee halen. Als je team 3 kills heeft gehaald, ga je door naar het volgende wapen. En na 15 van die rondes win je dus. Dus leuk. Dan is het echt een race tegen het andere team om zoveel mogelijk van de wapens, zoveel mogelijk kills mee te maken. De wapens worden steeds beter natuurlijk. Nou, nee, er zit ook af en toe weer. Je begint dan bijvoorbeeld met een Lancer. Dan gaat hij even naar bijvoorbeeld de dropshot. En dan even later zit je weer met een Uzi te schieten of zo. Okay. Dus het is best leuk. Het is heel gevarieerd, zeg maar. Ja. En ik denk ook wel dat, vooral op het e-sports gebied zijn een aantal van die game modes zouden serieus heel interessant kunnen zijn om echt competitief keihard in te gaan. Ja, normaal zou ik je uitlachen bij het woord e-sports, omdat ik dacht, tenminste, dat, ik wist wel dat het niet zo was, maar het is een Xbox-only game in historisch perspectief gezien. Ja. Maar het gaat voor het eerst een cosplay game, we gaan naar PC. Het is Play Anywhere. Is het ook cosplay trouwens? Ga je ook tegen Xbox? Je kunt tegen Xboxes en Xboxes kunnen tegen PC. En als je de game koopt op Xbox, heb je hem op PC. Ja, en dat is een grote verandering voor Xbox. Want alle Xbox games die van Xbox zelf zijn, die vanaf nu uitkomen, dit is de eerste game die dat doet, is Play Anywhere. Ja, Play Anywhere. Koop een Windows Phone. Ja, nee, dat heb ik ook. Grapje tussen dat. Maar, guilty. Maar nou, Forza doet het, Record doet het en nu doet Gears of War 4 het dus ook. En Halo gaat het ook doen in Halo, de toekomst. Halo gaat hebben ze al bevestigd. Forge draait al op PC. Halo Wars 2. Ja, inderdaad ook, ja. Maar Gears of War 4 echt oprecht. Ik weet dat mensen zeggen zeker hebben over Forza Horizon 3 dat niet helemaal goed geoptimaliseerd was op PC. Gears of War 4 is echt bizar goed geoptimaliseerd op PC. Ik draai het op een GTX 79, dus inmiddels een beetje een medium range kaart. Die game draait fantastisch. Gewoon 60 frames, gewoon rock steady 60 frames, 1080p. Ontzettend veel mooie dingen. Je kunt de game heel gemakkelijk mooier maken dan die op Xbox One is. En serieus, we hebben een benchmark video opgenomen als je niet gelooft. Ja, maar is het... ja, check die even, hè? Check even. Klik even door. Like, subscribe. Nee, maar dat is wel een ding. Is dat niet omdat de game gewoon gemaakt is voor Xbox en later een Xbox PR interne guy zei, jongens, moet ook naar PC. En dan heb je een game die in basis op Xbox is gemaakt. En laten we eerlijk zijn, die heeft niet de specs die jouw PC heeft. Nee, absoluut niet. Maar bijvoorbeeld dus dan kan je het makkelijk porten. Nou, met Quantum Break dachten ze dat dus ook. En dat is echt gebackfired natuurlijk. Quantum Break kwam echt, wat is het, 2 maanden voor release? Of 1,5 maand voor release? Zeiden ze, oh, hij komt ook nog naar PC. Nou, die optimalisatie was dus niet zo heel fraai. Ja. Bij Gears 4 zie je dat ze duidelijk van tevoren wisten. En die game draait echt, in ieder geval op mijn systeem. Ik ben benieuwd hoe die bij andere mensen draait, maar ik stond er echt van te kijken. Ik dacht, oké, dit is hoe de optimalisatie wel vaker mag met dat soort Xbox One. Ja, oké, maar daar moet even wel eens gezegd worden. Hij zegt, hij draait bij mij Rocksteady. Over Rocksteady gesproken. Batman Arkham Knight draait op zijn PC ook op enige launch in deze wereld vanaf launch. Dus daar is eigenlijk geen reden mee gezegd. Ik snap niet hoe dat komt. Hij heeft een mutant onder de PC. Hij heeft zijn PC aangeboden voor de school, voor de gifted PC's. Ja, maar, dus echt, het is letterlijk, mijn PC is wat dat betreft echt een randgevalletje wat in één keer heel goed werkt bij games die niet goed geoptimaliseerd zijn. Dus ik hoop dat dat niet het geval is met Gears of War 4 en dat hij bij iedereen gewoon zo draait, want het is echt heerlijk. Ja, laat het weten als je hem op PC speelt, ook hieronder in de comments. Ja, ik ben benieuwd. Dankjewel, Tom. Als je nog veel meer wil weten over Gears of War, check natuurlijk die gameplay video die we online hebben geplaatst. En check ook de geschreven review met nog veel meer diepere informatie en alles wat jij wil weten over je favoriete Xbox franchise als dat Gears of War is. Hashtag Halo. Zo, daar kan je echt haat overheen krijgen. Gears 4 Master Race. Nee, maar jij begint elke keer over het verhaal van Gears. En ik heb hetzelfde met Halo. Hè. Als ik begin... Ja, dat mensen dan je uit gaan lachen. Ja, dat mensen me uit gaan lachen als ik het over Halo heb. Ja. Terwijl Halo heeft,
nou ja, een boek of 15 inmiddels. Novels. Ik weet niet hoeveel novels Gears heeft. Misschien, I don't know. Er is waarschijnlijk op een bierveeltje. Yeah. Marcus is breed en awesome. Ja. Een stripboek dacht ik eigenlijk gewoon. Oh. Een Eppo. Een Eppo, inderdaad. Ze hebben een speciale editie van de Eppo gekregen. Waarin het hele verhaal van Gears of War staat uitgeflashed. Ja. Ja, nee, ik weet het. Het is serieus, voor de mensen die Gears 4 vet vinden, jullie weten, het verhaal is best wel tof, ook al is maar flinterde. Ja, ga dan lekker lullen over dat Master Chief fantastisch is. Master Chief is fantastisch. In een battle tussen Marcus Fenix en Master Chief, Marcus Fenix, yo. Die wint, geheid. Bring it on. Master Chief, John. Ja, John. Vrienden. Is technisch gezien een genetisch gemodificeerd mens. Dus die is per definitie sterker dan welk gewone mens Marcus dan. Fenix heeft benen voor armen. Ja, maar dat is gewoon een tekenstijl. Dat is niet in hem gepompt. Dat is gewoon de stijl van Gears. Marcus' zijn stem kan Master Chief omver blazen. Dat is all I'm saying. Die lelijke X-Men. Track one, drone!